Als drie inbrekers betrapt worden in een woning in Oud-Zuilen bij Utrecht, roepen ze kurwa kurwa. Een niet al te fraai Pools scheldwoord. Toch lukt het ze om er vandoor te gaan met een aantal antieke pendules en dure horloges ter waarde van tienduizenden euro's. Willemijn, wanneer was die inbraak? Dat was in de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 april. En wegens privacyredenen noemen we niet de exacte locatie van de woning waar ingebroken is. Wat ik wel kan zeggen is dat het om een woning gaat in Oud-Zuilen. En dat is een dorp tussen Utrecht en Maarsin. Ja, en de bewoners waren op dat moment een dagje weg. En een logier die wel vaker bij hen verblijft, paste op het huis, lag die nacht te slapen op de tweede verdieping. Ja, klopt. En die logier, dat was een man van in de 60, die werd dus ook wakker van de inbrekers. Hij ging kijken, hij ging op het geluid af en stond ineens oog in oog met die drie in het zwart geklede mannen. Nou, doodeng natuurlijk. Hij schrok enorm, maar de inbrekers schrokken ook van hem. De logier die vluchtte terug zijn slaapkamer in en vervolgens hebben de inbrekers de deur gebarricadeerd. Toen zat hij dus opgesloten in zijn kamer. Ja, gelukkig had hij nog wel zijn telefoon. Ja, en daarmee heeft hij direct 112 gebeld en de politie is ook meteen gekomen. Die waren binnen een paar minuten ter plaatse, maar helaas waren de inbrekers er toen al vandoor. De logier heeft zijn sleutels uit het raam gegooid en zo konden de politie toch nog naar binnen om hem te bevrijden uit zijn slaapkamer. Precies, en die inbrekers zijn dan natuurlijk al lang weg. Een speurhond, die vindt wel iets. Ja, we zijn uiteraard direct op zoek gegaan nog in de omgeving naar de inbrekers. Onder andere met behulp van een helikopter, maar inderdaad ook een speurhond. Nou, deze speurhond die pikt inderdaad een spoor op en dat leidt dan naar de Groene Weg. Maar dat spoor dat stopt daar dan ook meteen weer. Dus we vermoeden dat de inbrekers daar ergens in een voertuig gestapt zijn. Ja. Dan de buit, Willemijn. Een aantal antieke pendules en exclusieve horloges. Ja, klopt. En van die pendules, van een aantal van die pendules hebben we foto's. Het zijn antieke exemplaren waarvan we hopen dat kijkers herkennen. Misschien zijn ze ergens te koop aangeboden. Nou, en dit is een pendule met een man met een ton waar het uurwerk dan in zit. En een gouden palmboom met zwarte bladeren. Dan hier nog een man met een ton en een gouden palmboom. En deze heeft dan gouden bladeren. En dit exemplaar is beschadigd tijdens de inbraak. In de tuin vonden de bewoners dus nog de gouden bladeren van de palmboom terug. Nou, dan eentje met een vrouwfiguur en een vis met golvend water. En van deze pendule is het hoofdje van de vrouw in de tuin achtergebleven. Dus die is ook beschadigd. En tenslotte deze met een man en iets van een hutkoffer waar het uurwerk in zit. En deze zou nog helemaal intact moeten zijn. Ja, dan zijn er dus ook nog 7 horloges weg en van 3 daarvan hebben we foto's. Ja, klopt. En de linker, dat is een horloge van het merk Breguet. En rechts een van Patek Philippe & Co. En dan hebben we ook nog een horloge. Dit is een Rolex Milgauss. En de gezamenlijke waarde van alle gestolen klokken, die loopt zo in de tienduizenden euro's. Ja, een hoop geld. Van de inbrekers weten we helaas niet meer dan dat ze vermoedelijk uit Polen of een andere Oost-Europese land komen. Hè, vanwege dus die scheldwoorden die ze gebruikten. Jullie hebben echt de hulp van de kijkers nodig om ze te vinden. Ja, want we hopen dat er kijkers zijn die hebben gezien dat deze klokken ergens te koop zijn aangeboden na die 20 april. Of misschien zijn er gewoon wel mensen die weten waar die spullen nu zijn. Nou, het zijn natuurlijk hele opvallende stukken. Dus het zou zomaar kunnen dat iemand de stukken zijn tegengekomen. En natuurlijk hopen we verder graag iets van mensen te horen die iets opvallends hebben gezien in die nacht van 19 op 20 april daar in Oud-Zuilen. Ja. Die inbrekers die moeten gepakt worden. En het zou natuurlijk heel mooi zijn als we de gestolen klokken en klokjes weer terug kunnen bezorgen bij de eigenaar. Daarom, weet u iets over de inbrekers, de pendules of de horloges, pak dan de telefoon en bel een van de tiplijnen.